good, Kelfam? Het is nog steeds Kelsember, de maand waarin ik elke dag van de maand upload. Op het moment dat jullie binnen 24 uur het aantal likes halen wat ik jullie vraag. En vandaag is dat 4400. 4.500, 4.500, 45.000. Nee, dat klopt niet. Als we ervoor zorgen dat we binnen 24 uur 4.500 likes halen op deze video, komt er morgen weer een nieuwe video. Dus wil je genieten, smack dan even dat duimpje, man. Doe het gewoon. En wil je nou dat ik gezellig bij jou langskom om te chillen en om te hangen, laat dan even een reactie achter hieronder. Want dan maak je kans op een bezoekje van mij. Dan moet je wel geabonneerd zijn op mijn kanaal en me volgen op Instagram. Dus doe dat! En dan gaan we beginnen met de video 1. Ik maak deze hele maand tot nu toe al video's en dat vind ik super leuk om te doen. De ene video is meer werk dan de ander, maar dat neemt niet weg dat ik er heel erg van geniet. Maar vandaag ga ik een video maken waar ik zo fucking veel zin in heb. Dat is echt niet normaal. Ik vind het mooi. Ik vind het echt goud. Ik heb namelijk een video bedacht omdat ik het zelf gewoon fucking leuk vind. Namelijk, je hebt het in de titel al gezien, 100 cadeaus van 1 euro. Kijk eens aan, man. Ik heb een fucking zieke zak met allemaal cadeaus erin. Dit is genieten. Hier word ik gelukkig van. Van deze zak met fucking 100 cadeaus. Inderdaad, ik heb mezelf even verwend. Met 100 cadeaus van 1 euro. Ik heb geen idee wat voor cadeaus het zijn. Sommige dingen zijn fucking huge. Wat is dit? Wat? Sommige dingen. Het zijn allemaal verschillende formaten. Ik word zo gelukkig hiervan. Kijk even. Kijk deze zak. Dit is echt gewoon die kerstmanzak. Kijk, dit wil je toch? Doe je toch in december? Het is een feestmaand, dus ik vind dat ik mezelf ook wel een klein beetje mag verwennen. En ja, sommige mensen kopen een fucking trui voor 5000 euro. Ik koop gewoon 100 cadeaus voor 1 euro. 100 euro in totaal. We gaan gewoon beginnen met de allereerste. Dit wordt heerlijk. Het eerste cadeau is krijtbord. Dankjewel, kerstman. Op zich geen verkeerd cadeau. Ik weet ik zeker, Nina die komt straks thuis en denkt, hè, waarom hebben we allemaal nieuwe shit? Dit is een prullenbak. Voor een euro. Voor een euro. Dit voelt als een frisbee. Is dit een frisbee? Is het een frisbee? Het is een frisbee, motherfuckers. Het is een donut frisbee. What's good? Frisbee. Yeah. Cadeau nummer 4. Een bakje om ijsblokjes mee te maken. Voor een euro. Cadeau nummer 5. Ik wil even shout-out doen naar Hilde. Hilde, ik hou van je. Je hebt alles ingepakt. Je bent fantastisch. En... Wat is het in godsnaam? Een toverstaf. Yeah. Here, let's go. Cadeau nummer 6. Jeetje, dit gaat echt een eeuwigheid duren, jongen. Wat is dit? Een nagelknipset. Een roze. Roze nagelknipset. Nooit genoeg nagelknipjes hebben, man. Die shit is altijd kwijt. Een. Daadwerkelijk. Een vel met stickers. Een dit kan je tekenen. Kan je ermee dan dieren mee tekenen? Dat heb ik altijd al gewild! Oh my god! Partyprops. Leuke en gezellige partyprops. Voor de Insta-foto. Ik voel me een klein beetje die guy. Die gewoon dingen krijgt. En dan echt zo in het gezelschap. Wauw! Bedankt! Waarom is het allemaal vierkant wat ik uitpak? Een schilderijtje. Met daarop een diepe tekst. Make your own magic. Die gaat bij de wc. Mijn dagelijkse stukje inspiratie tijdens het kakken. Make your own magic. Wat is het? Oh. Een showercap. Dankjewel. Gaan we door. Bueno. Fucking chill. Voor de mensen die ooit nog inspiratieloos zijn voor een cadeau of zo. Bueno gaat er altijd in. Een bakvorm van een vliegtuig. Voor 1 euro. Bedankt, want ik hou van koken en bakken. Dat is echt mijn grootste hobby. Een washand. Mooie witte washand. Gebruik hem 1 keer en hij is bruin. Wow, dit is best wel chill. Voor 1 euro? Je ziet dat deze dingen maar 1 euro waren, joh. Een telefoonhoesje met een phone ring. Kan je hem gewoon zo achterop slijpen, hoor. Zo, ik heb hem er meteen op geplakt. Dit is tot nu toe mijn favoriet. Dit wil ik altijd al. Het is een hartje. Spread the love, motherfuckers. Yeah. Een agenda. Een mooie agenda voor 1 euro. Sinds dat agenda's nog bestonden, jongen. Wat denken wat het is? Een douching. Een bal waar je dan zeep in kan. Dit is best wel chill. Het is nooit verkeerd. Het ruikt alleen naar fabriek. Maar verder, niks aan de hand. Een avocado. Yeah. Fucking goud. De avocado. Perfect. Een pen. Maar dan een bloem. Nou, dat is handig. DIY kerstfiguurtjes. Voor in de boom. Yeah. Oké, deze is wel een beetje van formaat. Deze is wel redelijk groot. Een bamboepot met onderschaal. Een bamboepot voor 1 euro. Nou, dat zie je niet meer tegenwoordig. Dat zie je niet meer vaak. Dit is echt uitzonderlijk. Kijk dan, je denkt het is 1 pot. Het zijn er gewoon 2, joh. Nou. Nah. Dit is best wel hard, hè. Voor 1 euro gewoon een soort pot en shit waar je wat in kan doen. Nou, dit vind ik ongekend. Deze ga ik houden. Deze ga ik sowieso houden. Dat was nep. Geluidseffect. Come at me, bro. Het is een shampoo. Ik denk dat het is een shampoo. I'm saving up for a new car. Gooi maar even allemaal wat geld erin. Doe maar. Van 1.000 binnen 24 uur. What do we have here? Let's open it. Let's see what it is.
What do we have here? Dit vind ik zo'n tegenvallend cadeau. Een soort krokodil. Een soort krokodil, maar dan voor aan je pen of aan je vinger. Open up een playing card holder. En het heeft ook nog een gezichtje. Voordat je het nog leuker vindt. Dit rammelt. Dit klinkt als een babyspeeltje. En wat denken mensen, kerstman, dat ik babytje ben of zo? Hoezo denken ze dat ik baby ben? Ik ben geen baby. Een tante grote man. Hey, wat is dit? Wensflesjes. Een wensflesje. Hier zit een papiertje in. Ik dacht, er staat iets op. Er staat niks op het papiertje. Wat fuck met deze wensfles? Dat vind ik stom. Dit vind ik achterlijk. Optieven met je wensfles. Ja, dat heb ik altijd al gewild. Kalender voor op de wc waar je verjaardag gaat invullen. Wanneer ben jij jarig? Zet het erop. Ik ben niet ondankbaar hoor, ik vind het gewoon leuk. Yes, dit wou ik altijd al hebben. Drinkfles. Maar niet zomaar een drinkfles. Een drinkfles met een rietje. Mocht je afvragen hoeveel er nog komt. Deze hele zak zit nog echt stampvol met allemaal shit. Dit is echt niet te doen. Hou tempo er lekker in. What the fuck is dit nou weer? Balletjes? Ik wil alsof die poes het leuk vinden. Hey. Poesjes, kijk, nieuw speeltje. Ik weet niet, man. Ik weet niet precies wat het is. Ik weet wat dit is. Raad wat het is. Oké, het is een bananenhouder. Nou, die wil ik altijd al. Aangezien ik een kantoorbaan heb en ik nooit mijn banaan in mijn tas plat wil hebben, is het echt perfect, want dan kan ik mijn banaan erin doen. Comedy. Ja hoor. Yes, dit is leuk, man. Dit wou ik altijd al hebben. Fucking hell. Hoezo ben ik niet gangster, G? Hey, organisch katoen. Roze sok iets te klein. Tja voor Nina. Jee, ik word gewoon moe van dit. Ik ben er niet eens op de helft, volgens mij. Echt gewoon moe van uitpakken. Pens. Voor de mannen met een dikke bierbuik. Een extra pens. What the fuck? What the fuck is this? What the fuck is this? Wat zijn dit? Een badbruisbal. Oh! Dus kun je een bad gooien, dan gaat het spacen. Ga maar door, joh. Er zijn lijkt wel alsof er 5000 cadeaus in zitten. Een potje pindespil. Ook wel bekend als Mikado. Een kleurboek. Verbind de punten. Nou, wat zou dit worden? Vast geen schaap. Yeah. Yo. Yeah. Let's go. Yo. Yeah. Yeah. Ik kan dus niet yo-yo'en. Dat wordt het nieuwe antwoord als iemand vraagt. Yo, wat kan je niet? Ja, yo-yo. Ik ben echt tamtoe slecht. Peertje, yo-yo'en. Ik weet niet eens hoe het moet. Oh, het gaat best wel goed. Netjes. Dit is mijn nieuwe... Oh, dit wordt mijn nieuwe hobby, man. Je hebt ook die guys die dan zo... Oh, kut. Een scheetkussen. Kijk, ga er even op zitten, jongens. Niets vermoedende leraar. Komt-ie. Hey! Ja, hij doet het! Zeep in de vorm van hartjes. Een citrusspray. Ik dacht al, waarom zit er een citroen in deze zak? Maar dit kun je dus hier... Nou, dit gaan we proberen. Je moet hem er dus insteken zo. Dit in een citroen draaien. Als je dan gaat sprayen, als het goed is, komt de citroenjuice uit. Wow! Fucking hell, hij doet het! Ik heb gewoon mijn eigen citroenjuice gemaakt nu. Dit citroenspuitjuice shit is mijn nieuwe favoriet. Dit is een balletje en met een smiley erop. Poesjes, deze is voor jullie. Dit is een... Je mensen in de gaten houden. Terwijl ze niet weten waar je naar kijkt. Dit is serieus, kijk. Hij kijkt me gewoon recht in de ogen aan. Je denkt, hé, ik kijk naar jou. Nee hoor. Bril afdoet. Ik ga naar beneden. Kun je vrouwen bespieken. Een nagelvuil. Niks mis mee. Voor een euro. Een nepspin. Die kun je ergens opplakken. Oh nee, toch niet. Ja, als het goed is moet je deze ergens op kunnen plakken. Maar kun je deze op het raam plakken? Plakt die? Nee. Oké, nou daar ben ik er klaar mee. Geen idee wat dit is. Maar bedankt, kerstman. Yes! Een magic trick set. Hier word ik wel gelukkig van. Dit vind ik wel hard. Aight, ik heb hem. Ik heb de truc. Keihard. Keiharde truc. Komt-ie hoor. Ik ben ineens goochelaar. Dames en heren, welkom bij Kelvin Klok. Dames en heren, welkom bij deze kaarttruc. Als je goed kijkt, zien we hier 4 kaarten. Een schoppen 8, een schoppen 7, een harte vrouw en een schoppen 6. We doen dit. We voegen ze bij elkaar. We doen dit. Draai ze om. En we zien dat we nog maar 3 kaarten over hebben. Oh my god. Hoe kan het? Hoe kan het, dames en heren? It's magic! Een wijs man heeft mij ooit geleerd. Make your own magic. Dit was echt een leuk cadeau. Een citrussnijder. 100 cadeaus, jezus wat veel. Hartvormige ballonnen. Zo lijkt het een klein beetje op een balzak, maar verder. Ah! Jezus! Helikopter. De cadeaus worden echt steeds beter, man. Oh, de cadeaus worden echt steeds beter. We gaan kijken of het werkt. Het is tijd voor de eerste helikoptervlucht in dit huis ooit. Daar gaan we. Dat was een succes. Oh, fly away! Een ster. Een mannetje. Oh, dit is zo'n motherfucker die aan het raam plakt. Hé, hey, beter plak deze wel aan het raam. Ik zeg je eerlijk. Plak, bitch! Ja! Hij doet het! Oh, hij wandelt naar beneden. Fucking chill! Lekker bezig, vriend. Hey! Dit is gewoon een product wat werkt. Als ik hem op die witte kast probeer te gooien...
Let's go, man. Ik heb hem gaan, hij wandelt gewoon naar beneden. Goed, wij gaan door met het volgende cadeau. Een kaars. Voor een euro, dankjewel. Een klik-tv. Wat in hemelsnaam is een klik-tv? Wat is dit? Hey, kunnen jullie het zien? Aanschouw, dames en heren. De klik-tv. Wauw. Wauw. Oogpotloodslijper. Gelukkig draag ik altijd oogpotlood, dus hey, komt als geroepen. Een spiegel. Een mooie spiegel. Van vroeger. Hij is prachtig. Puzzel. Nou, hij is al gemaakt, dus we hoeven er niet meer mee bezig. Minigolf. Dit vind ik serieus leuk. Dit is serieus genieten hoor, dames en heren. Kijk eens aan. Dames en heren, welkom bij het meest legendarische minigolf ooit. Leg het balletje neer. Gaan we, dames en heren. It works. Yeah! Yes! Een schenktuit voor mijn olijfolie. Je hebt altijd al gewild. Wauw. Dit vind ik nou echt een leuke... Dit is leuk. Dit is nou echt leuk voor tijdens kerst. Hey, ideale schoonzoon. Hallo, mijn naam is Willem. Out of fucking care. Ik heb hier al, man. No problem. No problem. Paperclips. Geurhanger. Maar dan met kak. Potloden. Je denkt, ah, het is een potloodje. Dan ineens, oh nee, het is chocola. Holy fuck. Pleisters. Het einde is in zicht. Paperclips. Maar niet zomaar paperclips. Tantoe grote paperclips. Ik weet niet waarom je ze voor nodig zou hebben, maar hey, ze hebben kleurtjes, dus vind ik veel wat het is. Een clipboard. Thank you. Het is nog best vermoeiend. Ik had er echt zin in. Ik dacht, dit wordt lachen. Dit wordt makkelijk. Nou, puzzel met blokjes. Die veel te moeilijk is waarschijnlijk om binnen de duur van deze video op te kunnen lossen. Dus bedankt. Elastische veters. Dankjewel. Nog een lelijke portemonnee. Dankjewel voor de lelijke portemonnee. Eén tandenborstelhouder. Een rolmaat mini. Nou, deze is best wel handig eigenlijk. Ik zweer je, deze is handig, man. Deze is handig voor verbouwing, weet je wel. Dit is hartstikke handig, dankjewel. Kaarsen. Maar niet zomaar kaarsen. Nepkaarsen. Schoensmeerspons. Dat had ik nou net nodig. Bedankt. Oh shit. Oh shit. Dit is echt mijn grootste droom en mijn grootste nachtmerrie in één. Dit is echt zo kut altijd. Het is echt het slijm dat als je het krijgt, dan denk je wauw. En als je het dan 2 dagen hebt, dan zitten er allemaal kattenharen in en stof en luizen. En dan wil je het niet meer. Als het nu nog goed is, als het goed is kun je nu wel gewoon tegen de deur aan smijten. Jezus Christus. Wat een ramp is dit. Gadver. Kijk dan wat voor plek er op mijn muur zit. Ik gooi het op de kastdeur. Ik gooi het op deze deur. Daar is het niet zo erg. Oké, okay, dat ging goed. Jongens, we hebben nog een paar cadeaus over Disney emojis. Moet je hier in godsnaam mee? Een spioncamera. Holy fuck, voor een euro. Deze spioncamera, je denkt, oh, als je er doorheen kijkt, dan zie je mijn hoofd. Maar eigenlijk zie je gewoon de zijkant. Zie je dat? Als je hem hier eraf haalt en je kijkt opzij, daar is het gewoon. Nou, een notitieboekje. Heel origineel, de kerstman. Dankjewel. Een drinkbeker in de vorm van een lamp. Very clever. Yes, een boekje waar nog weer een inspirerende quote op staat. Be brave. Plek om te noteren waarom je zo brave bent. Mini kerstballen. Dit is altijd goed. Dit is wel... Dit vind ik mooi. Dit vind ik genieten. Dit vind ik heerlijk. Een mini vergiet. Een muts. Yeah. Kugelenfox. Ik snap. What the fuck? Laat even in de comments achter wat dit is. Want ik heb geen idee. Yes! Hier had ik serieus wel even op gehoopt. Op zo'n motherfucker. Op zo'n flubberige motherfucker. Gewoon tegen de deur aan kan gooien. Kijk, en die laat in ieder geval niet zo'n raar plek achter. Een spiegel. Even een spiegeltje. Kijk eens aan. Daar zijn we hoor. Ja hoor. Popcandy. En geen idee. Hier word ik gelukkig van. Dit is gewoon die zakje munten, maar dan met emoties. Leuk bedacht. Ik bedoel, hè. Het was hetzelfde bakje als die korrelige shit. Oh, dit is klei. This is actually satisfying, man. Kijk of je tegen de muur aan blijft plakken. Nee, het is stuiterklei. Een sleutelhanger van een biljartbal. Dit is fucking hard. Als je denkt, hè, wat is het? Bah! Een pasjeshouder. Haarklipjes. Heel erg mooi. Een borstel met een ding. Voor een euro? Dit vind ik wel... Ik dacht niet dat dit een euro was. Nog een cactus. Altijd fijn als je 2 keer hetzelfde cadeau krijgt. What the fuck is dit? Dit is echt categorie geen idee. Hallo. Hallo. How are you? Come on, hello. Hello, how are you? Good, that's right, okay, that's alright. Peter zei me, okay, ja, ja. Wat een ramp. Pen, of zo. Dit is een pen. Bedankt voor de pen. Nou, dit zal vast geen pen zijn. Sleutelhanger met daarop Amsterdam. Zeker, man, Amsterdam. Het is poep op de stoep en haat op de straat. De zak is leeg. De zak is leeg. Ik heb nog 2 cadeaus. De laatste 2 cadeaus. Ik ga eerst deze uitpakken, want deze weegt ongeveer 100 kilo. Dus ik heb geen idee. Nou, 100 kilo, hè, laten we niet overdrijven. Maar hij is wel zwaar. Dit is een bakje. Een heel mooi bakje. Dankjewel. Gewoon uitgeput. Kijk dan even wat hier allemaal voor rotzooi op de grond. Dit zijn allemaal cadeaus. Dit is gewoon, dit is alles en meer. Ik ben gewoon echt uitgeput. Ik ben gewoon echt moe. Daar in de hoek ligt nog allemaal shit. Ik durf het bijna niet uit te pakken. Ik ga het toch doen. Dames en heren.
1 LB. Train je spieren extra tijdens het hardlopen met deze gewichten. Gelukkig sport ik nooit. Wie wil hem? Like deze video en dan zie ik jullie morgen, papies. What's good? Doe eens gek, je bent er normaal genoeg.